Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Hallo, ik ben Tine van den Branden. De meeste cultuurminnende en televisieminnende mensen kennen mij waarschijnlijk nog als actrice en presentatrice. Maar ik ben ook al een heel aantal jaren actief als gemeenteraadslid in Mechelen. En nu roepen de mensen mij vaak nog toe: hey Tine, we missen u op tv. Maar ik hoop, nu ik een vijfde plaats bekleed op de lijst van Groen voor het Vlaams Parlement, dat mensen zullen roepen: hey Tine, goed wat je doet in de politiek. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben in die politieke strijd eigenlijk een zevental jaar geleden al gestapt. Ik werd toen gevraagd als een soort wit konijn, omwille van mijn bekendheid. Ondertussen is daar wat grijs bijgekomen. Ervaring heet dat dan. Ik ben daar toen op ingegaan omwille van een viertal redenen, denk ik. De eerste was, ik ben al heel mijn jong volwassen leven, of heel mijn volwassen leven, zeg maar, een klimaatactivist. Ik heb me altijd bezig gehouden met aanplanting van bomen, bescherming van de biodiversiteit. Een tweede reden was zeker, ik heb als kind het geluk gehad om op te groeien in een warm en een artistiek gezin, maar ook de pech om op te groeien in een arm gezin. De derde reden was, ik ben in mijn jonge dertig geconfronteerd geweest met een zware ziekte en een vrij onrechtvaardig baanverlies. En misschien wel de allerbelangrijkste reden is, ik heb een dochter, een tienerdochter. En ik wil voor haar om deze planeet uiteindelijk toch zo goed mogelijk achterlaten. En dat is misschien wel mijn grootste motivatie om dit te doen. Ik merkte dat ik op lokaal vlak toch wel heel wat kon. Dat er toch echt wel wat mogelijk was om dingen te veranderen. En dan dacht ik, waarom gaan we daar niet verder mee? Welke quote heeft u gekozen? Mijn quote, ik heb hem meegebracht, fysiek meegebracht. Hij stamt ook nog uit mijn lokale verkiezingen. Ik kies voor de natuur. En die quote plakt eigenlijk al heel mijn leven aan mij. Ik kies voor de natuur. En wat is de reden? Wel, ik denk dat de klimaatverandering en onze problemen met de biodiversiteit wel een van de grootste problemen zijn waar wij ooit hebben mee moeten kampen. Maar ik ben niet wanhopig. Ik heb echt ook het gevoel dat we daar nog heel wat aan kunnen doen. En mijn antwoord, een krachtig antwoord voor mij daarop, is natuur. En waarom natuur? Omdat natuur ons heel veel biedt. Natuur biedt ons luchtzuivering, opslurpen van CO2. Natuur biedt ons koelte. In een bos is het echt een stuk koeler dan naast een bakstenen muur. En in natuur kunnen we massa's water bufferen als het pijpenstelen giet. En dat water kunnen we er ook weer uithalen op momenten dat er droogte dreigt. Natuur geeft ons al die dingen. En eigenlijk is dat bijna gratis. Eigenlijk is dat een onwaarschijnlijk goede hulpbron tegen de klimaatopwarming die amper wat kost in vergelijking met heel veel andere dingen. Het is natuurlijk maar één van de maatregelen, maar ik ben een heel, heel sterke gelover van het idee dat als wij open ruimte sparen, die beplanten, al onze natuurgebieden groot en klein met elkaar verbinden, assen trekken, grote corridors naar onze steden, dat we op die manier onze steden zullen leefbaar en gezond kunnen houden in de toekomst. Dat dat een hele grote en krachtige manier zal zijn om ons te helpen in die strijd. Het verhaal van de biodiversiteit is een beetje van hetzelfde. Als je al die natuur met elkaar verbindt, over verschillende steden in heel Vlaanderen, dan hebben dieren de mogelijkheid om uit te wijken. Als het niet helemaal meer goed meezit in het territorium dat ze hebben, kunnen ze veel gemakkelijker uitwijken, kunnen ze naar een ander gebied waar ze meer bescherming hebben. We moeten dan ecoducten aanleggen en tunnels aanleggen en grote corridors maken om dat mogelijk te maken. Maar daar geloof ik heel, heel sterk in dat natuur een van onze krachtigste compagnons kan zijn in die klimaatopwarming. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Mijn politieke voorbeelden die zie ik een beetje als een drieluik. Een beetje Jeroen Bos, tuin der lusten, voor mij tuin der politici. Aan de ene kant van het luik staat voor mij, even duiden, ik ben in de politiek begonnen als burger. Ik zat in de fractie van de SPA toen, maar als onafhankelijke. En ik liet mij ook niet inspireren door het partijprogramma, maar heel vaak door alle mogelijke input die ik kreeg van burgers. Burgers met goede ideeën, die erg geëngageerd waren en die heel inspirerend vaak, zeker op een lokaal niveau, met mij samen konden werken. Voor mij werkte dat heel goed, dus die burger die staat daar voor mij toch nog altijd mooi in dat luikje. In het midden staan voor mij dan de beroepspolitici. Want ja, politiek is toch ook een vak dat je moet leren. Het is gelijk elk ander iets, het is een vak.
Ik heb zeer veel geleerd, denk ik, ondertussen en op vrij korte tijd, van de politici die dan ook het dichtst bij mij staan. Meirem Amaatje is bijvoorbeeld bijzonder enthousiasmerend, bijzonder hartelijk en overtuigend in veel van haar dingen. Wie nog dichter bij mij staat, is natuurlijk Christophe Calvo, want we zitten samen in de Mechelse gemeenteraad. En wat ik zeker van Christophe heb geleerd, is problemen duiden en vinden is één ding. Maar meteen oplossingsgericht denken is iets helemaal anders. En daar is hij echt een krak in. Heel analytisch denken en oplossingsgericht denken, dat heb ik zeker van Christophe heel snel meegekregen. En het beviel mij ook nog, ik kan er ook nog mee weg. Mijn derde luik is mijn emotieluik, zeg maar. En voor mij staat daar het Zweedse meisje, het Zweedse klimaatmeisje Greta Thunberg. Omdat zij is een superlogisch meisje en toch breekt zij mijn hart. Toch heeft zij een heel, heel emotionele boodschap. En ik geloof heel erg ook van als je naast van dat het allemaal heel analytisch en berekenbaar moet zijn, ja, dat het ook de mensen hun harten moet kunnen veroveren. Dat je moet kunnen durven dromen van die utopische wereld waarin dat jij hoopt dat wij op termijn zullen kunnen leven. Wat zijn uw politieke interesses? Ik heb veel politieke interesses. Eentje daarvan kan je ondertussen al wel raden natuurlijk, klimaat en biodiversiteit. Maar voor mij gaat dat heel ruim eigenlijk. Een van de dingen die mij ook heel erg interesseren is landbouw en voedselveiligheid. Ik vind dat we onszelf vergiftigen. We vergiftigen onze dieren, maar we vergiftigen ook onszelf. Dus ik zou heel erg willen pleiten om daar een ander model te hebben waarin dat we kunnen werken zonder gif en dat we toch een vorm van biolandbouw veel, veel verder en meer verspreid kunnen krijgen. Wat mij ook heel erg aangaat, is de plasticvervuiling. Ik ben een grote, grote voorstander van het statiegeld. Ik vind het onwaarschijnlijk belachelijk dat dat er niet is gekomen in de vorige legislatuur. Statiegeld kan een heel aantal van die problemen oplossen. Microplastics zijn gevolg daarvan. De wegwerpplastic, dat soort dingen. Ik vind dat daar een hele revolutie moet komen. Mobiliteit, we vergiftigen onszelf. Luchtkwaliteit is een ramp in heel veel van onze steden. We moeten echt ook daar naar een transitie van meer fietsbeleid, openbaar vervoer natuurlijk ook. En ja, het deelwagen- en het deelfietsensysteem, daar ben ik ook een grote promotor van. Een van mijn andere thema's daarnaast is kinderarmoede. Ik zei daarnet al van, ja, dat ik zelf in armoede ben grootgebracht als kind. Ik ben daaruit kunnen ontsnappen. En dat is natuurlijk fantastisch geweest, maar je draagt het toch heel je leven mee. Dus ik vind dat we er toch heel erg op moeten inzetten. In Mechelen hebben we nu de ambitie, en het is een moeilijke ambitie, om die kinderarmoede voor 50% te halveren. Het is geen gemakkelijke opdracht, maar ik denk dat we wel op een goed spoor zitten. En ik vind dat daar in Vlaanderen echt deze keer ook werk van moet gemaakt worden. Nog een van mijn stokpaardjes is zorg en onderwijs. Echt meer helpende handen in die zorg en in dat onderwijs. Eerlijke fiscaliteit. Ik vind het niet kunnen dat nog altijd de vervuilende grootindustrie en de superrijken niet eerlijk bijdragen aan dit systeem. Vaak de grootindustrie is mede verantwoordelijk geweest voor het probleem waar we nu extreem erg in zitten. En ik vind dat daar ook echt op een eerlijke manier een soort teruggave moet zijn om dat wat er scheef is gegaan ook weer mee recht te trekken. En daar staat een financieel plaatje tegenover. Verder, ik ben heel mijn leven een artiest geweest. De statuten voor artiesten blijven een hele moeilijke zaak. Het gaat mij nu goed, maar ik heb ook tijden van zwarte sneeuw gezien. En ik vind dat ook daar, de statuten van artiesten, moet eindelijk ook nog eens de goede werk van gemaakt worden. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ja, zoveel. Heel, heel veel. In mijn hoofd moeten we doorheen een hele transitie. Op bijna alle vlakken. Op, ja, wat ik daar straks al zei, in de mobiliteit, de manier waarop wij onze economie beleven, in de manier dat wij productie doen, de manier dat wij vervuilen. Voor mij moet eigenlijk alles herzien worden. Alles en alles en alles. En ik denk dat het echt een kwestie zal zijn van lange termijn visie. En vrienden van mij zeggen dat wel eens, hè, dan posten zo van lange termijn visie is geen oogziekte. En dan denk ik, dat is inderdaad waar. Wat we nu doen, is toch altijd nog kijken naar die volgende verkiezingen. En eigenlijk zou er gewoon op lange termijn moeten gekeken worden naar die volgende generatie en de volgende generatie en de volgende generatie. Dus wat mij betreft moeten we echt door een hele transitie met bijna alles van hoe dat we het nu doen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Mijn voorwerp, ja, misschien wat onverwacht na heel mijn transitieverhaal,
Maar ik heb een voorwerp meegebracht dat mij linkt met mijn familie. En vooral dan met mijn tienerdochter. Het is een boekje dat zij ooit gekocht heeft, tweedehands. Want ze koopt alles tweedehands in Londen. Ze was nog heel jong. En daarin staan zo wat, veel van de meesterwerken die je in Europa kan gaan bekijken. En het is onze ambitie om al de werken te gaan bekijken die daarin staan. Ik denk dat we al 2/3 ervan toch samen hebben gezien. Voilà. Een ander voorwerp heb ik ook nog bij, als me dat toegestaan is. Dat is dit hoedje. Het is een barret, een Franse barret. En eigenlijk is het mijn betogersoutfit. En als ik dat hoedje opzet, dan word ik echt een krijger. Een krijger voor het klimaat.